De regel van 2. Wel of niet handig? Je komt erachter in deze video. Als je al eerder wat tips hebt gezien op dit kanaal of je hebt misschien wat andere e-mailtips gezien van iemand anders, dan ben je misschien wel de 2-minuten-regel van David Allen tegengekomen. Nou, wat houdt die 2-minuten-regel in? Dat betekent dat komt er een mailtje bij je binnen waarvan je ziet van oké, ik kan hem in 2 minuten afhandelen. Doe het dan meteen, is de tip. De vraag is dat nou super handig of kun je dat beter niet doen? Alles wat binnen 2 minuten kan, meteen beantwoorden. Nou, het is super handig, maar er zit wel echt een maar aan vast. Want ga maar eens even voor jezelf na. Hoe vaak gebeurt het dat jij een mailtje opent, dat je denkt, oh, nou, hier kan ik wel even snel op reageren. En je begint met reageren en ondertussen bedenk je, oh, maar ik moet eigenlijk dan meteen even deze bijlage erbij doen. En je gaat op zoek naar die bijlage en je ziet van, oh, maar wacht even, daar zit nog een regeltje in wat eigenlijk niet meer recent is. Dus je past dat regeltje nog even aan. Je slaat hem weer even opnieuw op, bijvoorbeeld als PDF. Je stopt die weer in de mail. Nou, en voor je het weet ben je ineens 10 minuten verder. Nou, en dat is de valkuil van de 2-minuten-regel. Want als je nou bijvoorbeeld een uurtje de tijd had, van plan was om een uurtje de tijd te nemen voor je mailbox en wat mailtjes weg te werken. Nou, en je hebt misschien 30 of 40 mailtjes binnengekregen. Als jij dan denkt van, nou, ik ga lekker aan de slag met die 2-minuten-acties. En iedere 2-minuten-actie wordt een 5-minuten-actie. Of erger nog een 10-minuten-actie. Dan kun je dus in dat uur tijd maar 6 mailtjes verwerken. En dat is natuurlijk super weinig. Want ja, dan heb je nog een heleboel andere mails die je ook nog te doen hebt. Nou, en dat is een beetje het probleem van de 2-minuten-actie. Vaak overschatten we hoeveel we kunnen doen in die 2 minuten. Dus mijn tip is, wil je jezelf echt aanleren dat je de 2-minuten-actie, de 2-minuten-regel van David Allen echt goed hanteert? Want het is een super briljante regel. Ik bedoel, voor 2 minuten hoef je natuurlijk iets wat 2 minuten duurt, ga je echt niet op je takenlijst zetten. Dat lijkt me echt compleet onzinnig. Dus dan kun je beter inderdaad gewoon meteen afhandelen en even op reageren. Maar die valkuil, dat zorgt ervoor dat we eigenlijk die 2-minuten-regel niet handig gebruiken. Ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe jij ernaar kijkt. Dus laat het ook vooral even weten in de reactie hieronder. Want ik ben benieuwd, gebruik jij het? Wat merk jij bij het gebruik? Mijn tip erover is in ieder geval, zet bijvoorbeeld eens een wekker. Dus pak je telefoon erbij en zet een timer op 2 minuten die na 2 minuten ook afgaat. Want zo leer je voor jezelf, hoeveel kun je nou daadwerkelijk doen in 2 minuten? Dus zo train je jezelf om te leren hoe lang 2 minuten duurt en hoeveel je daar precies in kunt doen. Zodat je echt effectief gebruik gaat maken van die 2-minuten-regel. Want ja, handig is die zeker als je hem ook handig gebruikt. Dus, nou, laat me weten wat je inderdaad, of je hem gebruikt. En ik ben heel erg benieuwd. Laat het even weten, reactie hieronder. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. En dan zie ik je weer in een volgende video.